Goedemorgen allemaal, Peter, Motortest TV. En het is in de ochtend, ik sta bij de laatste pomp voor Assen. Want vandaag is het WK Superbikes in Assen. En het is al leuk om hier naartoe te rijden, want het barst van de motor op de weg. Dus toppetje! Nou, dan zijn we op het circuit in de paddock met Appie van Honda, mijn vaste maatje, en we gaan er een mooie dag van maken. Dus gaat u mee en enjoy the ride. Nou, ik sta hier even met Appie voor de Red Bull Racing, Honda Racing Hospitality Center. We hebben net even een bakje koffie gedaan. Ten eerste goede koffie, Albert, maar dit is de eerste keer met Red Bull hier. Wat is binnen ten kate het gevoel met de nieuwe samenwerking met Red Bull? Ja, goedemorgen. Ja, prima. We zijn blij natuurlijk met zo'n topmerk als hoofdsponsor. Het is toch wel een van de bekendste merken ter wereld, zo'n beetje tegenwoordig in de race. Zeker in de racerij, maar een... alle takten van sport. Je kan niet om Red Bull heen. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus dit is een behoorlijke upgrading. Niet alleen in de hospitality. Wat merkt ten kate? Voor zover jij dat natuurlijk. Want je staat een beetje aan de zijlijn. Maar voor zover jij dat kan zien in het racingteam. Geeft het echt een boost? Ja, het geeft een gigantische boost. We hebben ook twee coureurs natuurlijk nu die uit de MotoGP komen. Die al behoorlijk bekend zijn. En een naam hebben, dat zie je hier ook gewoon gisteren op het circuit ook. Er komen zoveel fans op af dan bij de trailer. Dat is echt gaaf om te zien. Ja, resultaten blijven nog wat achter helaas met de nieuwe Honda. Maar dat komt vanzelf. Nou, we gaan het even verder kijken. Maar let's go Honda! We hebben net mooi aan de overkant gekeken naar de supersport. Ja, komt, cheers. Dat bedoel ik. Huppakee. Ja, de winnaar komt hier gewoon even voorbij met de beker. Maar kijk even, overkant van het circuit. Hoofdtribune aan de andere kant. Ik zeg, het wordt een mooie dag zo. En wat een mooie ontmoeting net even. De winnaar komt gewoon voorbij. Ja, dat is wel grappig. Dat is spontaan even. Hoe heb je dat? Dat is geluk van Motortest TV. Dus zometeen meer vanaf het dak. Hier in Assen en dan gaat het dak eraf. Hoppa. Dit was de Superbikes Assen 2017. Yes. Een beetje genoten, Albert. Nou, super hè. Heerlijk weer erbij, dus het wordt niet beter. Dominantie van Kawasaki wordt bijna vervelend. Jammer genoeg wel, ja. Maar ze gaan wel verschrikkelijk hard. Ja. Dus je kan het ze natuurlijk ook ergens niet kwalijk nemen. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dus ja, goed, zo gaat het in motorsport. Je bent zo snel als je materiaal. Maar dat hebben we vandaag maar weer gezien. We hebben in ieder geval genoten. Dit was Motortest TV vanuit Assen. Vond je het leuk? Zet je duimpjes onder de film en wil je op de hoogte blijven? Abonneer je op mijn kanaal. Bedankt en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Hey.